Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rob Flemmix, Schilders, Breda. Dit is de Kletspet. Iedere week stellen we actuele vragen aan mensen in Oosterhout. Hoe verrast was u deze week door de kou? En zijn er in Oosterhout genoeg plaatsen waar je kunt schaatsen? Ik vind het heerlijk als het zo koud is. Heerlijk weer. Ja, ja, heerlijk. Oh. En wat vindt u daar leuk aan? Ja, lekker. Lekker winterjas aan. Heerlijk. Beter als de zomer? Nou, nee, de zomer is beter. Maar nou, dat het toch winter is, vind ik wel leuk. Ik vind dit weer beter als die regen. Dat is verschrikkelijk. Nou, echt verrast was ik niet natuurlijk, want het werd volledig aangekondigd op de nieuwsberichten. Er zijn plekken genoeg in Oosterhout. Nou, je hebt natuurlijk in de parken wel wat vijvertjes waar je op kunt schaatsen. En je hebt natuurlijk de ijsbaan bij de Slobberstoren. Dus ik vind dat voldoende is, zeker te weten. Geen idee. Hij komt in ieder geval niet uit Oosterhout, dus, maar ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen. Je zijn binnengebleven omdat natuurlijk onze kleine binnen moest blijven. Maar ik durf het niet echt te zeggen waar goed kan schaatsen op dit moment naar Oosterhout. Nee. En de vrieskou verrast of niet? Oh, dat valt op zich wel mee hoor. Ja? Dus met de kleine gaan we vooral lekker naar buiten. Mijn skipakje gekocht. Dus, Oké. Okay. Ja, op kou kan je kleden en op regen wat minder natuurlijk. Hè. Dus, Was u deze week door de kou en zijn er in Oosterhout plekken genoeg waar je kunt schaatsen? Ja, op de markt. Op de markt kunnen schaatsen. Ja, maar dat is nou voorbij. Dit, maar dat is nou voorbij. En nou is bij IJsco. Vandaag alleen. De zon vanmorgen weer ze schaatsen. Vond het helemaal geweldig. En vanmiddag had je met zijn kleindoor en met zijn dochtertjes. Dus. Is dat vanmiddag nog? Ja, dat is vanmiddag is dat nog. Was u nog verrast door de kou in deze zachte winter? Nee hoor, ik vind het lekker. Ik vind het heerlijk deze weer, ja. Hoe verklaart u de ijskoorts van de Nederlander zodra het koud wordt? Nou, in het noorden is hij erger dan in Brabant, zeg maar. Dat is waar. Ja, ja. Maar waarom doen Nederlanders dat? Zodra het koud is, willen ze gelijk het ijs op. Waar komt dat toch vandaan? Dat zit gewoon bij de mensen daar gewoon in het bloed. Zit in het bloed, ja. Bij de Friese is dat meer dan als daar bij de Brabanders. Ja, omdat het daar sneller koud is. Ja, inderdaad. Dat zit in onze natuur. Echt. Ik kan het me niet meer zo levendig herinneren natuurlijk, maar ik kom uit 63. Dat was een van de meest koude Elfstedentochten. En de laatste Elfstedentocht heb ik wel op tv gezien natuurlijk, maar dat zit echt in onze natuur. Als het een beetje gaat vriezen of koud wordt, dan willen we schaatsen. Hoe lastig. Ja, dat is lastig inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik zeg gewoon liever kou dan regen. Dat is één ding wel zeker. Liever kou dan regen inderdaad. Ja. 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 Nee, mensen, als het zo koud wordt als dit, dan wil iedereen wel gelijk het ijs op. Waar komt dat toch vandaan dan? Ik deed toch vanuit vroeger uit, want vroeger was het natuurlijk dat je elke winter wel kon gaan schaatsen. En nu de jeugd van tegenwoordig is het eigenlijk niet meer, die kent het eigenlijk niet meer, zeg maar. Dus ik deed dat toch meer vanuit vroeger uit, dat je toch generatie op generatie toch soort van wordt doorgegeven. En ook een goede reden om lekker buiten te zijn, hè? Ook dat. Hoe verklaren jullie de ijskoorts bij de Nederlanders zodra het koud wordt? Het is gewoon een aangeboren afwijking. Vind ik, ja, dat is gewoon echt Nederlands. Het schaatsen is echt Nederlands. Ja, echt Nederlands. Iedereen wil schaatsen. Ja. Ja, toch? Ja. Heb je ook geschaatst? Nee, ik heb zelf niet meer geschaatst, dat doe ik niet meer. Nee. Maar ik heb het wel heel veel gedaan. Ja. Dat sowieso, ja. Wij ook. Hele afstanden. Molentocht en dergelijke. Molentocht, ja. Daar ben je twee keer 50 kilometer. Zo. De ene keer op kunstschaatsen en de tweede keer op Noorden. Zo. Nee, dat was geweldig. Ja, maar dat was een hele mooie tocht. Stelling van de week. De stelling van de week. Er komt nooit meer een Elfstedentocht. Nou, dat zou ik wel jammer vinden. Ja, van nou, jammer. Ik denk dat het toch wel tamelijk lang zou duren. Want het klimaat, daar gaat de temperatuur, die stijgt wel iets of wat. En dan wordt de kans voor veel kleiner. Ik denk dat klopt. Die gaat er nooit meer komen. Nee, jammer genoeg niet, maar ik denk niet dat onder de huidige klimaatcondities ooit nog een keer gaat gebeuren. Het wordt te warm. Het wordt te warm, ja. Maar het is nou hartstikke lekker, koud. Heerlijk, het is mooi open vriesweer, kun je het niet beter hebben dan dit. Nee. Ik,
Nee, ik denk dat het ooit nog wel een keer gaat komen. Vanwege de klimaatverandering en alles verwacht ik wel dat het ooit nog wel een keer gaat komen. Ja, toch ja, wel. Zeker wel. Ja. Ja, ja, ooit wel. Op een dag. Wordt het niet warmer en warmer en warmer of zitten er schommelingen in? Nou, in de zomer wel. Maar in de winter denk ik dat het dan toch wel weer gaat veranderen. Nou, echt dat het heel koud gaat zijn. Dat het toch wel blijft. Zal een keer een goede uitschieter komen. Hè? Ja. Ja. De stelling van onze tv-omroep is, er komt nooit meer een Elfstedentocht. Ik hoop van wel dat je nog wel komt, eigenlijk, toch? Het zal altijd een groot vraagteken blijven. Een vraagteken, ja. Want zo lang vries het nou niet meer, hè? Vroeger verhoor het echt weken aan een stuk. Maar dat is niet meer. Ik zit in de ouderenzorg, cliënten zeggen van de echte winters beginnen in februari. Oh. Ja, ze zeggen, want kijk maar, alle Elfstedentochten zijn allemaal in februari gaan rijden. Dat is een wijsheid. Ja. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ja. Als je nou... Dat is mijn laatste vraagje. Als je niet kunt schaatsen vanwege de kou, is skiën dan misschien een leuke optie? Nee, dan ga ik wel wandelen en zo. Ja, laat mij dan maar lekker buiten wandelen. Ja. Ja. U ook geen skiën? Ja. Nee, ik ben ook geen skiër. Nee. Daar moet je ook van kleins af aan in zitten. Ja. Ook schaatsen, net schaatsen, moet er van kleins af aan in zitten. Nee. Ik heb dat nooit gedaan. Oh nee, zou ik niet meer durven ook trouwens. Er is een best kans dat over 50 jaar vertellen we onze kleinkinderen misschien vroeger gingen we schaatsen. Ja, en ook skiën, want dat gaat wordt ook steeds minder plaatsen. Steeds meer, hè? Nou, hè? Minder. Komt steeds door de weersomstandigheden, klimaatdingen. Ja. Maar ook in Oostenrijk en Frankrijk is al een ding gesloten, omdat er te weinig sneeuw lag. De stelling van de week van de ORTS. Oké. De stelling van de week van de ORTS. Ik ben het vergeten. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rob Flemmix, Schilders, Preda.